Is er een 25 november die u zich goed kan herinneren en waarom? Het is dus... Ja, voor mij is dat natuurlijk een stukje moeilijker, omdat ik ben niet in Suriname geboren. Dus misschien dat ik daarom niet echt als zodanig een super geweldige affiniteit heb met die dag, 25 november. Maar wat je altijd hebt zeg maar de aanloop daarnaartoe, na 25 november, zijn er altijd een heleboel feestjes en daarin participeer ik altijd. Dat is de laatste jaren natuurlijk wat minder geworden, één vanwege corona en ook vanwege, ik heb nu kinderen. En ik blijf dan liever thuis met die kinderen of ik ga met hun eruit, dan dat ik echt in het een en ander participeer. Dus voor mij nee, niet echt. Maar hoe zit dat met u? Nou, verschillende 25 novembers zijn dus na 1975, als we het over die 25 novembers hebben, dan kan ik me heel goed herinneren, 25 november 1979. Dat is de laatste keer dat we de 4 jaar oude onafhankelijkheid... Was ik ook nog niet geboren? In alle vrijheid herdachten. En de spanningen waren er toen al. Er waren dus al wat spanningen gekomen. Maar bepaalde groepen maakten dus de... In die 4 jaar keken erop, zei de meneer Aron, je hebt je niet altijd aan je afspraken gehouden. En dat wekte wrevel. Ook binnen zijn eigen coalitie was daar de nodige wrevel over ontstaan. Er was een nieuwe wrevel, dus namelijk de nieuwe groepen die we hadden gekregen, die vonden dat ze niet tot hun recht kwamen. Er waren 2 groepen die vonden dat ze niet tot hun recht kwamen. In de eerste plaats waren dat de militairen. En in de tweede plaats waren dat de docenten van de universiteit. Ja, die allebei eigenlijk een beetje door de wijze waarop er toen geregeerd werd, een beetje genegeerd werden. Ja, de mensen van de universiteit vonden dat ze onvoldoende betrokken werden bij de ontwikkelingsplanning. De mensen van de leger die vonden dat ze onvoldoende betrokken waren in het maatschappelijk gebeuren. En dat ze dus die 2 spanningen. En helaas speelde de regering Aron daar helemaal niet op in. En die 2 vormen van ontevredenheid die hebben uiteindelijk in het volgende jaar van onafhankelijkheid, 25 november 1980, hebben ze een fusie met elkaar aangegaan. Want op 25 februari 1980 kreeg je die militaire actie en veel van de jongere docenten, universiteitsdocenten, die waren niet allemaal Marxisten hoor. Maar veel van de jongere docenten die voelden zich dan geroepen om toch met die nieuwe stroom mee te gaan. Omdat ze dus daar echt een outlet vonden. En dat heeft zijn weerklank gehad, zijn weerslag gehad. Dus ook militairen kregen daardoor. In feite kregen ze dus een intellectual mind achter zich. Die ze begon te brengen. Maar het is niet lang bij elkaar gebleven, want al heel gauw bleek het de nieuwe teleurstelling voor, laten we zo zeggen, de intelligentie. Dat die militairen zich niet veel van hun wijsheden aantrokken. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.